Dames en heren, welkom. Mag ik de vergadering heropenen? En dat doe ik hierbij. Programma begroting 2017-2020. En wederom ga ik het hele voorstel niet voorlezen. Dat doe ik wel als we het in stemming brengen. We gaan naar de tweede termijn, fractievoorzitters. U mag op uw plek blijven zitten. Dat is altijd weer voorstellend, denk ik. U heeft 5 minuten. Ik zou het fijn vinden als u eraan houdt. En u mag onderbroken worden dit keer. En ik heb ook het verzoek dat als u moties heeft of amendementen, dien ze gewoon nu in. Dan kunnen ook uw collega's daar onmiddellijk op reageren. Meneer Raamaker, gemeentebelangen, mag ik u als eerste het woord geven? Voorzitter, dank u wel. Onze reactie op de tweede termijn van de begroting. We zijn blij met uw beantwoording op alle vragen. De vragen zijn ook voor een groot deel naar tevredenheid beantwoord door u als college. En daar zijn we blij mee. We zijn als gemeentebelangen, zoals ik in de beschouwing al aangaf, zeer tevreden over de resultaten. We houden liever iets over aan het eind van de rit bij een begrotingsjaar dan dat we bij moeten passen. Dus de titel Dalsen is een goed schatbewaarder moeten we vasthouden met z'n allen. En dit is meer natuurlijk ook een verdienste van ons allen die hier aan tafel zitten. Maar ook het college van BMW en natuurlijk de ambtelijke organisatie, maar ook de Griffie die alles voor ons als raad in goede banen leidt. Oprechte dank aan u allen. En natuurlijk de directie zit bij de organisatie inbegrepen. Er komen nog genoeg onderwerpen op ons af en ook wensen. Met name de afronding van het laatste grote project, het cultuurhuis in Leuzen. Maar ook de centrumvisie staat er weer volop in de stijgers. En dat is ook goed. Nou, de VVD gaf aan van de week niet achterover te gaan leunen. Nou, en niet op de lauren gaan rusten, maar dat gebeurt in de gemeente Dalsen zeker niet. Onze laatste opmerkingen waren de programma-aanvullingen bij economische zaken, recreatie en toerisme. Dat die ambitie er neer werd gezet. Nou, we hebben naar volle tevredenheid gezien dat u heel veel doet. En ja, dat stemt ons vertrouwen. Maar dat was ook al wel bekend. Alleen, wij hebben een hardwerkend college en die vergeet af en toe wat op te schrijven. Dus als het andersom was, was dat gevaarlijk. Hè? Dat u veel schrijft en weinig doet. Maar wij zijn blij wat hier gebeurt. En ik heb in de eerste termijn ook al gezegd, u doet u daar ernstig zelf mee tekort. Afgelopen dinsdag is bijvoorbeeld weer een mijlpaal gezet in Oud-Leuzen. Het evenemententrein is daar een feit geworden na verschrikkelijk veel jaren van onderhandeling. Nou, daar is onze hele gemeenschap, maar vooral Oud-Leuzen, zeer blij mee. We hebben wel goede hoop dat de schat van Dalsen geen gat van Dalsen wordt. Het gaat over dat nadeel van 100.000 euro. We hebben goede hoop dat er nog een financiële verzilvering komt. Of van het Rijk of van de provincie. En we zijn benieuwd en hebben goede hoop op nog een financieel gestalte. Dus wethouder, ik zou zeggen, doe uw best. Ja, we hebben hier ook gehoord dat we op meerdere paden hebben gewet. Dus, en ik hoop ook dat dat succes door u verzilverd wordt. En misschien kan de burgemeester richting Den Haag ook nog aan wat lijntjes trekken. Bij economische zaken en duurzaamheid hadden we nog een wedervraag en ja, die blijft eigenlijk nog wel staan. Hoe is het gesteld met snel internet bij alle scholen binnen onze gemeente? Misschien kunnen hier nog iets over zeggen. Verder zijn we het met het CDA en de ChristenUnie eens over de fietsveiligheid, maar ook met de ChristenUnie over de achterstallig onderhoud aan wegen en straten en pleinen vanwege de bezuinigingsmaatregel die in 2010 voor groot onderhoud destijds is ingezet. We willen graag een inventarisatie in april 2017, die hebben we ook al aangegeven in de eerste ronde, en ook graag het terugzien in een voorstel van het college. Nou, we hebben in de eerste ronde ook al aangegeven een motie voor wat betreft de achterstallig onderhoud aan straten, wegen, trottoirs en fietspaden, en deze willen we straks ook graag inbrengen. Ten aanzien van de kansrapport hebben we een amendement voorbereid en deze willen we eveneens graag inbrengen. En ja, volgens mij is er al eerder behoorlijk wat steun. CDA, ChristenUnie, Partij van de Arbeid en D66, dus ja, die kan heel snel in stemming worden gebracht. We zijn verder benieuwd naar uw reactie en met name één vraag ten aanzien van internet op scholen volgens mij. Ja, dank u wel. Dank u vriendelijk meneer Raamaker. Mag ik eerst het amendement even in beeld hebben, dat we weten waar we met elkaar over praten? Doe.
Kansenpot is het, geloof ik, het onderwerp. Klopt dat? Dat is het amendement? Ja? Oh, dan wordt nog een probleem om dat te lezen. Laten we erop houden dat het aan mij ligt. Amendement. Ondergetekende leden van de Raad van de Gemeente Dalfsen dienen het volgende amendement in. Gehoord de beraadslagingen over de programmabegroting 2017-2020. Overwegende dat een groot beroep wordt gedaan op de kansenpot voor projecten. De kansenpot op dit moment niet toereikend is voor alle aanvragen. Het wenselijk is om meer aanvragen te honoreren. De link naar mogelijkheden om gebruik te maken van de kansenpot niet te vinden is op de website van de gemeente Dalfsen. Stellen de raad voor aanvullend te besluiten om 5000 euro structureel extra beschikbaar te stellen voor de kansenpot ten einde van het vrije begrotingssaldo en de begroting daartoe te wijzigen en het college de opdracht te geven ervoor te zorgen dat de kansenpot duidelijk op www.dalfsen.nl te vinden moet zijn. Ondertekend door de indieners, de heer Raamaker, gemeentebelangen, de heer Nijkamp, ChristenUnie en de heer Wildvank, Partij van de Arbeid. Dat is de... Neemt u me kwalijk, zeg ik het? En Jan Uitslag en van het CDA en Jan Royakkers van D66. Dit lag echt niet aan mij. Dat kwam omdat hij gewoon niet gescrollt werd. Toelichting. Is toelichting. Oké, dank u wel. En dan hebben we nog een motie. En die gaat over achterstallig onderhoud. Mag ik die ook even in beeld? En ik zou het fijn vinden als je echt één lettertype groter zou kunnen. Maar ik red het gewoon niet. Ja, of het scherm is onduidelijk of ligt... Ondergetekende lid van de Raad van de Gemeente Dalfsen dient de volgende motie in. Gehoord de beraadslagingen enzovoorts enzovoorts. Overwegende dat bij de bezuinigingsmaatregelen 2010 600.000 euro is bezuinigd op het onderhoud van de openbare ruimte. Dat vorig jaar 150.000 euro extra is toegekend om knelpunten op te lossen voor achterstallig onderhoud van de wegen. De praktijk uitwijst dat dit bedrag niet toereikend is. En bij de voorjaarsnota opnieuw 150.000 is opgenomen voor 2017. Verzoekt het college om een inventarisatie te maken van fietspaden, wegen, stoepen, straten en pleinen die in aanmerking komen voor groot, tussen haakjes, achterstallig onderhoud. Daarbij ook te kijken naar mogelijkheden voor het verbeteren van de verkeersveiligheid, zoals het verbreden van fietspaden. Ten derde, daarbij ook te kijken naar de opwaardering, modernisering van het straat- en pleinbeeld. Ten vierde, deze inventarisatie op te nemen in het beleidskader en ten vijfde, uiterlijk april 2017, een duidelijk voorstel met financiële onderbouwing en uitwerking aan de Raad ter besluitvorming aan te bieden. En de indieners zijn de heer Raamaker, gemeentebelangen en de heer Nijkamp, ChristenUnie. En ook dit is, denk ik, in voldoende mate toegelicht. Tenminste, dat hoop ik, dat u daar ook zo over denkt. Dat betreft de motie. En ik zou het op prijs stellen als anderen ook onmiddellijk al op die motie reageren als ze behoefte hebben. Mag ik naar de heer Uitslag toe van het CDA? Eerst goed, voorzitter. Dank aan het college voor de beantwoording van de vragen. Met de meeste zijn we ook tevreden. We hebben dus voor de rest de behoefte op een aantal punten terug te komen. Energie en duurzaamheid. We hebben een warm pleidooi gehouden voor duurzaamheid en onze teleurstelling uitgesproken over de trage gang van zaken. Het college geeft aan dat de reserve milieu toereikend is voor 2017, voor de werkzaamheden die we gaan doen. En dat vinden we bijzonder. Want het programma, de ambitie die we met elkaar willen vastleggen, die is nog niet eens bekend. Hoe kunnen we nou bepalen of je voldoende geld hebt als je niet weet wat je wil gaan doen? Dalfsen scoort hoog in de gemeentelijke duurzaamheidsindex. Als je wat verder kijkt, dan zie je dat we zo hoog scoren door met name sociale duurzaamheid. Hoewel we ons naar buiten toe laten voorstaan op onze ambitie, staan we in de duurzaamheidsindex echt in de middenmoot ten opzichte van de rest van Nederland.
Voorzitter, onze ambitie is groter. Armoede. Bij de voorjaarsnota hebben we het college opgeroepen om alert te blijven op de verborgen armoede bij bijvoorbeeld ZP'ers en agrariërs. De antwoording van het college werd iets te gemakkelijk naar Europa en de lage melkprijs verwezen als schuldige en het daarbij dan bij te laten. Voorzitter, gezinnen komen in de knel. Kinderen komen in de knel. Later deze maand komen we, als het in commissieverband hierop spreken, op terug. Toch vooraf, we zijn een warm voorstander van preventie. Recent vernam ik een inspirerend voorbeeld waarbij Stimulans een preventieproject had met erfbetreders. Signalering van het voederbedrijf, de melkophaler, de dierenarts enzovoort. Dus bundelen en samen voorkomen dat het van kwaad tot erger wordt. Dus het gaat om communicatie, toegankelijkheid van de instrumenten die we hebben als gemeente. Voor mensen zelf, maar zeker ook voor de omringende personen, instellingen en organisaties. Asbest. In februari komt er een voorstel met een financiële onderbouwing. Zoals de wet al aangaf, gaat het om een grote opgave. Daar waar momenteel weinig investeringsruimte is. En we hebben het al over gehad over de agrariërs, waar het grootste probleem zit op dit moment. Omdat hiervoor in de begroting nog een enkele ruimte zit, willen we daarvoor graag ruimte reserveren binnen de middelen. De vrije ruimte, zoals het heet. Ik kom er later even op terug in mijn verhaal. Want we willen in 2017 voortvarend aan de slag, zodat we niet tot 2018 hoeven wachten voordat we geld hebben en 2024 steeds dichterbij komt. Even de fietspaden. De wethouder gaf aan dat het in 2017 in het werkplan van de afdeling staat. Dat is mooi. En er is ook toegezegd dat er informatie komt naar ons toe om onderzoek te doen naar oorzaken en locaties betrokkenen. En het is ons ook niet duidelijk of daarvoor middelen gereserveerd zijn. En we willen dus ook daarbij het inbrengen bij de integrale afweging die we in het maart 2017 gaan doen met elkaar. En dan economie, voorzitter. We hebben er duidelijke woorden aan gewijd. Ik denk raadsbreed. De documentatie die vanmiddag tot ons kwam liet een heel ander beeld zien, gelukkig. Voor een deel was het terugkijken, voor een deel vooruitkijken. Maar we zijn blij met de opgenomen informatie. En ik wil me daar voor de rest verder ook even niet over uitweiden. Maar we zijn dus tevreden met de toevoegingen in de begroting. Monumenten, voorzitter. Hebben we voorgesteld om samen met historische kringen en inwoners te inventariseren welke gebouwen we zuinig op zijn. Een mager antwoord kwam dat het beleid leidend is. Nou, voorzitter, dat beleid stellen we ook helemaal niet ter discussie. Het gaat ons juist om de invulling van de lijst die bij dat beleid zit. En eerlijk gezegd, ik snap ook niet goed waarom de wethouder zo afhoudend reageert. Goed, mooie monumenten, mooie gebouwen maken toch onderdeel uit van de aantrekkelijkheid en daarmee de economische waarde van onze gemeente. Burgemeester, ik ga zijn naam niet noemen, maar uit het verleden, die is bekend gebleven vanwege met name het vele sloopwerk wat hij gedaan heeft in de gemeente. En dat ging toen over de gemeente Dalfsen. Dus de voormalige gemeente Dalfsen. En op een aantal plekken hebben we daar nog steeds spijt van. We willen als CDA het college juist daarvoor behoeden. En voorzitter, het heeft echt ook een extra verbinding van inwoners met de woonplaats. Ik zie alleen maar voordelen. Ik zou graag willen horen van het college waarom ze hier niet mee zouden kunnen of willen gaan. Met betrekking tot de indicatoren was ook een verhaal van ja, er zijn al genoeg indicatoren in de begroting. We hebben ook gevraagd van, we zitten vlak boven de 25.000 grens. Misschien is het ook verstandig om te kijken bij de andere gemeentes die onder die grens zitten. En ook te kijken waar je zit. Puur om te kijken waar je zelf staat en daarvan lering te trekken. Nou, dat was te veel werk. Daar hebben we het overzichtelijk van.
En toch, voorzitter, wij denken dat benchmarken verstandig is. Niet als wedstrijd, maar om te besturen. We benchmarken volgens mij op veel meer fronten. En daar zijn we als CDA-fractie ook erg mee eens. Maar om nu op één hoop gegooid te worden met, ik noem eens twee gemeenten, Houten of Middelburg, en je daarmee te vergelijken hoe je het doet, ja, dat is toch echt een andere koek. Dus wellicht buiten de begroting, maar naar aanleiding van, kan mijn fractie zich goed voorstellen dat we daar toch een vergelijking van maken. Waar staan we nu als gemeente ten opzichte van de rest? De indicatoren zijn er niet voor niks. De kansenpot. Maandag hoorden we dat van de fractie van gemeentebelangen dat de kansenpot leeg is. Het zou kunnen zijn dat wij die gemist hebben, die informatie, maar ik heb hem niet gezien. Dus dit verraste ons. Met deze kansenpot uit ons verkiezingsprogramma, als laagdrempelige en regelarme stimuleringsmaatregel, dan kunt u zich voorstellen dat we content zijn dat zo'n instrument zo goed werkt. Zelfs nu het zo moeilijk te vinden is op de gemeentelijke website. Je moet echt je best doen om het te vinden. Nou, als die dan nu al op is, dan is het echt gewoon een goed idee geweest. Al zeggen we het zelf, van WCE natuurlijk. U kunt zich voorstellen, voorzitter, dat we het amendement ondersteunen. Maar we hadden de informatie over de overtekening graag netjes vooraf ontvangen. En dan, voorzitter, over de vrije middelen die in de begroting zijn opgenomen. Of financiële ruimte. Het college schrijft in de begroting om in maart 2017 met voorstellen te komen. En het lijkt ons verstandig als CDA-fractie om vooraf hier afspraken over te maken om teleurstelling te voorkomen. We hebben daarvoor een motie voorbereid. Kort gezegd wordt daarin aangegeven welke onderwerpen we ten opzichte van elkaar willen wegen. En willen we graag doen op basis van een onderbouwing. De motie die gemeentebelang dat ervoor las, zou daar een van kunnen zijn. We willen bij het lijstje wat het college heeft opgeschreven en heeft toegezegd in de raadsvergadering van afgelopen maandag nog een aantal onderwerpen, tweetal onderwerpen toevoegen. Dat is asbest en de aanpak van het fietsongelukken. Daar hebben we afgelopen maandag natuurlijk over gesproken. En voorzitter, dan lijkt het ons verstandig om op basis van dus onderbouwde voorstellen een afweging met elkaar te kunnen maken, zodat we ook niet in mei spijt hebben dat we het geld hebben weggezet en vervolgens met een nieuw probleem komen te zitten. Voorzitter, zover een tweede termijn. Dank u wel, meneer Uitslag. U kondigde hiermee een amendement aan. Heb ik dat goed begrepen? Mag ik dat een beeld hebben? Dan krijgen we weer hetzelfde leesprobleem. Ja, top. Kan ik voorlezen, voorzitter, of gaat het lukken? Dat is mijn eer te na. Ondergetekende leden van de Raad van de Gemeente Dalfsen dienen het volgende amendement in. Gehoord de beraadslaging over het programmabegroting 2017-2020, overwegende dat in de programmabegroting financiële ruimte is opgenomen waarover in maart 2017 het college met voorstellen zal wel komen over een aantal onderwerpen. In de begroting een aantal onderwerpen niet is benoemd waarvan, en nu wordt het spannend, waarvan het aannemelijk is dat deze financiële middelen behoeven, de meeste van voornoemde onderwerpen nader onderzoek behoeven voordat keuzes kunnen worden gemaakt, stelt de Raad voor op pagina 14 onder het kopje nader in te vullen financiële ruimte, de zin enkele bekende vraagstukken, de zaak is puntje puntje, binnen de interne organisatie te schrappen en te vervangen door onderstaande tekst. Enkele bekende vraagstukken in dit verband zijn achterstallig onderhoud van de openbare ruimte, risico's in de jeugdzorg en de participatiewet, risico's op de tegenvallende rijksbijdrage, ambities op het gebied van duurzaamheid, oplossen formatieve knelpunten interne organisatie, voeding van de algemene reserve, plan van aanpak asbestsanering, plan van aanpak voorkoming fietsongelukken. De zin uiterlijk in maart 2017 kunt u onze voorstellen tegemoet zien te schrappen en te vervangen in de zin uiterlijk in maart 2017 kunt u onze voorstellen met onderbouwing tegemoet zien. De indieners, Jan Uitslag, CDA, en dat is het vooralsnog. Klopt dat? Ja. Oké, dank u wel, meneer Uitslag.
Meneer Royer, mag ik een vraag? Mag ik een verduidelijkende vraag stellen, voorzitter? Ja, u mag zelfs, u mag alles, hè? U mag interrupties doen, verduidelijkende vraag stellen. Goed, u mag, dit gaat over de behandeling van binnen de grenzen van de betamelijke. Bij de behandeling in eerste termijn heb ik nogal een punt van gemaakt dat ik zeg van nou het college begroot uw vrije financiële ruimte over de komende 4 jaar op 1,2 miljoen in totaal. En mijn stelling was het zal ongeveer 2,4 minstens zijn, hè, nog los van de eventuele winsten in het grondbedrijf. In de opsomming die het CDA nu in de motie amendement heeft gegeven staat ook al de eventuele tegenvallende resultaten van de rijksbijdrage. Dat zou dan inderdaad betekenen dat die reserves die het college al mee heeft gerekend, waardoor die 1,2 miljoen over 4 jaar tot stand komt, kunnen geschrapt kunnen worden, waardoor je inderdaad op die 2,4 miljoen uitkomt. Dat we dat dan even duidelijk hebben dat we het daarover hebben. Want anders kun je die ene bullet point weglaten. Meneer Uitslag, de vraag is helder voor u? Ik geloof het wel, maar ik hoop dat mijn antwoord nog duidelijker is. Nee, het is zo, voorzitter, als ik het lijstje bekijk, dat maar de vraag is of we voldoende geld hebben. Nog los van het antwoord dat... ja, we hebben vrije ruimte, we hebben een stuk reservering, afvlakking, maar die twee gezamenlijk zouden wel eens ons moeten dwingen tot de prioritering. En misschien is dat nou juist het punt ook van het amendement. Op het moment dat je dat inziet, kun je er ook niet anders dan naar kijken dan dat je het in samenhang gaat bekijken. En dus onderling te opzichte van elkaar afweegt. Nee, dat begrijp ik, maar uiteindelijk gaat het erom dat je niet iets twee keer mee moet rekenen. En zoals ik het nu lees, hebt u het twee keer meegeteld. Eén keer namelijk staat het al in de afweging van het college, waar ik al niet zo gelukkig mee was. Maar u hebt het nog een keer vermeld. Ik heb de eerste van het college geschrapt en hierin opgenomen, het lijstje. Dus hij zei, er zit hier gewoon mee in. Want hoe het in de verkeerd, het is verstandig om te kijken en te reserveren voor tegenvallers. Om te voorkomen dat we per direct moeten gaan bezuinigen als het Rijk rare verrassen uithaalt. He, dus daarmee vind ik het voorstel van het college niet raar. Alleen ik vind het verstandig om die wel met andere punten te wegen. Want een motie die ik net hoor over openbare ruimte, die kon wel eens in zijn eentje het hele geld, de hele vrije ruimte oppikken. Ja, en dat lijkt me onverstandig als ik kijk naar de ambities en de taken en de wensen die we met elkaar hebben. Het is misschien goed, voorzitter, het is misschien meer een procedure-amendement dan een uitputtend amendement. Maar het geeft wel heel duidelijk weer waar we rond maart tegenaan gaan lopen. We zullen straks vragen aan de wethouder hoe hij hem leest. Maar ik begrijp van u, dit gaat over aandachtspunten die u graag meegenomen wilt hebben in een afweging. Daar kunnen eventueel aandachtspunten aan toegevoegd worden. En straks zal de raad een selectie maken. Maar u wilt gewoon een totaal afweging kunnen maken waarin onderwerpen ten opzichte van elkaar worden gewogen. Is dat, zo lees ik hem. Dat had ik niet mooier kunnen zeggen. Dank u wel. En meneer Royakkers, die wil straks precies weten of iets niet twee keer meegeteld wordt, namelijk het risico van het Rijk. Dat is in essentie wat uw punt is. Nou, u zult de wethouder straks ongetwijfeld wijzen op eventuele dubbeltellingen. Ik mag naar de heer Nijkamp toe van de ChristenUnie. Is dat goed? Dank u wel, voorzitter. Allereerst dank voor... de beantwoording vanuit het college op veel gestelde vragen, ook vanuit onze fractie. De verduidelijkingen en toezeggingen die we daarin hebben gehoord. En ook aanvullingen die we nog recentelijk hebben gehad. Wat dat betreft gaat het gewoon door, ook in de afgelopen dagen. Met het college, maar met name ook Oud-Leuzen feliciteren met het evenemententerrein. En zo zie je ook maar weer dat ontwikkelingen elkaar snel opvolgen. Prima. We zijn ook blij met het biologische lesje van een van de wethouders over flora en fauna. Ja, het doet toch altijd goed om te weten dat natuur in wat dat betreft ook in goede handen is daar bij deze wethouder. Dat hopen we ook zo dat blijft. Overigens, wij hebben niet gesproken over de kleur van de zwanen. Bewust ook. Een van de belangrijkste punten gaat over, wat ons betreft, over die financiële ruimte. Die het college helder heeft aangegeven in de begroting. De wethouder zei daarop van, nou in ons lijstje van 10 punten, de ChristenUnie gaat los. Daarop moet ik antwoorden, 1 keer ja
twee keer nee. En ik zal het toelichten. Ja, het hadden er 9 moeten zijn, want er zat een doublure in. Nou, die kunnen we met elkaar vrij snel noteren. Dus ze komen op 9. Maar ook 2 keer nee. Waarom? Omdat we eigenlijk niet veel meer hebben gedaan dan invulling geven. Ten aanzien van een oproep die, of een stelling die door het college zelf is verwoord in de aanbiedingsbrief van de begroting. Er staat bij, hierbij kunnen wensen die bij de gemeenteraad leven in de komende jaren worden ingevuld. Ja, dat is gewoon een uitnodiging om toch ook iets van een wensenlijstje neer te leggen. En dat lijstje blijft wat ons betreft die 9 punten ook gewoon staan. Niet in de zin van dat we nou precies weten van wat we op al die 9 precies zouden willen. Er werd ook naar gevraagd, hè, van wat is nou de prioritering daarin tijdens de algemene beschouwing. Daar heb ik er terughoudend op geantwoord. En waarom? Omdat het te maken heeft met eigenlijk ook het punt wat de heer Uitslag net inbracht, integrale afweging. En dat is een onderwerp wat we natuurlijk bij voortduring de afgelopen jaren hebben ingebracht. Als het ging over de algemene reserve vrij besteedbaar. Maar dat geldt ook voor deze structurele ruimte in de begroting. In dat kader hechten we ook nog steeds, en ook in de toekomst, aan die integrale afweging. En daarom hebben we gezegd van nou, dit zouden wel serieuze punten kunnen zijn, deze 9. En dien maar ook met een soort uitleg van wat speelt er op die onderwerpen en wat zou dat ook financieel betekenen. Slechts dan kun je een fatsoenlijke afweging maken. Want anders kom je in het adagium terecht van wie het eerst komt, wie het eerst maalt. En daar zouden wij graag ver van blijven. We worden er regelmatig mee geconfronteerd, maar we vinden dat niet altijd fijn. Dus we zouden dan het liefst ook daar wat ruimte in krijgen om daar met elkaar over te discussiëren van waar we nu eventuele middelen, extra middelen die er zouden kunnen zijn, waar we die inzetten. Voorzitter, mag ik een vraag stellen? Ja, hoor, D66. De heer Nijkamp zegt dat hij regelmatig geconfronteerd is met de effecten van wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Maar ik zit nu 2,5 jaar in de raad, maar ik kan me nog niet herinneren, want ik heb de indruk dat wij altijd wel proberen om dingen tegen elkaar af te wegen. Ja, en tegelijkertijd is het wel zo dat op het moment dat er een onderwerp komt, dan zitten we heel sterk op dat onderwerp. Dan is er toch relatief weinig neiging om breder te kijken van hoe dat meerjarenperspectief eruit ziet. Dat was destijds heel nadrukkelijk zo bij de algemene reserve vrij besteedbaar, waarin we een vrij forse bestemming hebben gedaan uit die reserve. En wat ons betreft betekent het integraal afwegen en het liefst ook van tijd tot tijd op een bepaald moment. Er zijn natuurlijk momenten als perspectiefnota bij uitstek geschikt voor. Maar wij zouden dat ook wel fijn vinden als het gaat over structurele ruimte. Dus in die zin integrale afweging om behoedzaam en wel overwogen te kunnen kiezen. Dat brengt me ook even bij het amendement over die integrale afwegingen. Dus inhoudelijk kunnen we die lijn ook wel steunen. Even los van het lijstje wat er genoemd wordt. Daar is nog wel iets over te zeggen. De vraag is of je risico's daarin moet zetten of dat die separaat worden afgedekt. Dat was ook volgens mij de opmerking van de heer Rooijakkers. Dus dat is nog wel even een punt. En misschien zou je het iets breder moeten formuleren in de zin van nou, die onderwerpen die het college zelf al heeft genoemd in de begroting, maar die ook in de algemene beschouwingen zijn vermeld, en ook D66 heeft daar een aantal suggesties voor gedaan, dat in die zin integraal wordt meegenomen. Dan de stelpost tegenvallende uitkeringen gemeentefonds. De wethouder geeft aan dat het ruim voldoende aan bod komt in de perspectiefnota en begroting en jaarrekening. Ja, dat zou kunnen. Het gevoel bekroop ons wel dat het dan een onzuivere toepassing is van die producten. Want in 2017 gaat het om een bedrag van weliswaar een kleine ton, maar dat komt dan mogelijk in de loop van het jaar beschikbaar. Dus het zou ook bij de bestuursrapportage kunnen worden meegenomen. Waar het ons primair om gaat is van dat we als raad gelegenheid krijgen om daar iets van te vinden. Als het vrijkomt tenminste. Dan ten aanzien van duurzame dorpen. Goed dat er een voorstel komt voor ondersteuning duurzame dorpen. Zoals we daar ook om gevraagd hebben.
Tegelijkertijd, na wat input op dit onderwerp, ook van andere fracties, willen we komen met een amendement. Om dat ook te concretiseren in de begroting. Dus niet schokkend, maar wel even de puntjes op de i. Dan de omgevingswet. Het ambitiedocument, dat kunnen we begin volgend jaar tegemoet zien. Dat is goed. En daarin kan de Raad de eigen rol en de participatie van de samenleving aangeven. Nou, misschien hebben we het niet helemaal goed begrepen, maar dan zouden we in ieder geval verwachten dat van tevoren gepolst wordt hoe we daarin zitten. Tenzij het ambitiedocument een heel open karakter heeft, maar misschien kan de wethouder dat nog even toelichten. Dan ten aanzien van cultuurhuizen. Wij hebben gevraagd om toch eens weer wat verder na te denken over die middellange en lange termijn programmering en samenwerking. En u weet ongetwijfeld dat ten tijde van de bouw van de trefkoelen gesteld is dat steden één is, maar dat samenwerking en programmering twee is. En uiteindelijk gaat het vooral om dat laatste, om uiteindelijk maatschappelijk nut te creëren. En dat is toen ook toegezegd. Sterker nog, er is toen gezegd dat de bibliotheek in de trefkoelen daar het voortouw in zou nemen. Dus nou is even de vraag van, is nou de toezegging van de wethouder dat daar een vervolg op komt, is dat nou een bevestiging van deze toezegging en kunnen we die dan ook medio 2017 verwachten? Dat is eigenlijk onze vraag. En het sluit ook wel aan, denk ik, bij behoeften van de besturen zelf. Want die maken daar ook melding van, in de zomer is daar een overleg geweest, dat ze daar ook wel over willen meedenken, over het bereiken van maatschappelijk nut met publieke middelen. Middengebied Nuleuzen. We hadden dat getypeerd als een megaproject, maar de wethouder vond dat, dacht ik, niet helemaal een lekkere term. Heb ik dat goed begrepen, wethouder? Volgens mij heeft de wethouder geen kwalificering eraan gegeven, maar gezegd dat hij die term nooit eerder gebruikt had. Klopt. Ja. Dat is inderdaad wat ik bedoelde. Ja, precies. Dat dacht ik al. En dan moet ik toch even een kleine correctie maken. Want dan citeer ik uit eigenlijk de bron voor de begroting. En dat is de voorjaarsnota. Daar hebt u het zelf geïntroduceerd. Het is een megaproject. En sterker nog, u maakt het nog veel sterker dan dat ik nu zeg. Het is een project tevens voor Dalfsen ongekende investeringen. Dus het geeft wel iets aan over het grote. En zo ervaren we het ook. Er is ook verder helemaal niks mis mee, maar het is geen term die wij bedacht hadden. Ik blijk dingen te zeggen die ik me niet altijd meer herinner dan dus we vonden het eigenlijk best wel goed getypeerd. Dus wij wilden daar graag citeren, maar ik had misschien moeten zeggen... De wethouder zeggen, zegt zelfs vanuit. Soms hele verstandige dingen zonder dat je het doorheeft. Goed. Sociaal domein. Daar hebben we gevraagd om een transformatieplan. Want in de welzijnsnota, die overigens natuurlijk al wel weer even weer ligt, en alle achterliggende nota's als het gaat over het sociaal domein, decentralisaties en dergelijke, is toch nog even de vraag van, hebben we daarmee dan een voldoende beeld op de transformatie? Want dan wordt er gesproken over innovatiebudget voor de jeugdzorg, en zo zal het ook wel gelden voor passend onderwijs en voor kwetsbaren op de arbeidsmarkt, dus participatie, et cetera. En wat we eigenlijk vragen is naar een gewoon strategische koers van wat is nou die samenhang, hoe gaan we nou in de toekomst hier integraal mee werken? En wat is nou in die zin dan ook, wat zijn de middelen en de doelen van de transformatie? En ook, wat is de rol van de gemeenteraad erin? En dan verwijzen we heel graag even naar de brief van ook de minister Binnenlandse Zaken, Plasterk, die schrijft naar aanleiding natuurlijk van van boeiende rapporten van een transitiecommissie, decentralisatie, sociaal domein. Schrijft daar een aantal hele zinvolle passages in. En als je daar even doorheen leest, dan kun je bijna niet permitteren om te zeggen van nou, kijk maar even in die notities van 1, 2 jaar geleden. Het kan ook niet in relatie tot wat u zelf schrijft in de begroting. In de zin van, het is groots en het is moeilijk en het kost veel tijd en energie. En dan denk ik van ja, pak de handschoen op. Het hoeft misschien niet heel zwaar, maar om te zeggen van, verwijs gewoon naar het verleden, dat gaat ons te makkelijk. Dus we zouden oproepen om daar toch nog eens even over na te denken. Daarnaast is het misschien een punt voor andere fracties om eens na te denken van, of wij juist in het kader van de transformatie
ons misschien nader willen oriënteren daarop. En misschien wel iets van een hoorzitting of zo eens willen gaan organiseren. Ook met belanghebbende organisaties. En hoe heet de participatieraad of zo. Dat soort. Het is maar een idee. Maar misschien kunnen andere fracties daar ook nog eens even op reageren. Kansenpot. Prima, ook wij waren wat verrast door het feit dat hij leeg was. Daar wisten we, hadden we geen idee van. Maar als die dan leeg is, dan zijn we ook wel zodanig dat we zeggen van, dan steunen we graag het initiatief van gemeentebelangen, dat hebt u ook gezien. Het zijn toch mooie kleine initiatieven die lokaal, of ja, heel lokaal, dan toch het nodig kunnen betekenen. Dus dat zien we graag gebeuren. Economisch beleid. Nou, dat is nadrukkelijk aangevuld. Ja. Die 5 minuten zijn voorbij. Ja, dat was enige interactie. Dus ja, jawel. Ik ga het nu afronden. Maar toch. Ja, het is ook inderdaad het laatste punt. Nou duurt het iets langer, maar dan moet ik even weer kijken wat ik had geschreven. Ja, geeft u de voorzitter maar de schuld. Ja, nee, maar dat is aangevuld, prima. Daarmee doen we denk ik recht aan het onderwerp en de acties die daarop zijn gedefinieerd. En is er dan meer balans in de begroting gekomen. We hadden nog gedacht dat asbest daar ook bij zou staan, maar blijkbaar staat hij ergens anders. Hebben we zo snel niet kunnen vinden. Maar wat dat betreft, prima. Dank u wel. Wat gaat u doen met, ik begrijp het amendement van gemeentebelangen gaat u steunen. Ik vind het ook wel fijn om even te horen wat u van het amendement van het CDA vindt en van de motie van gemeentebelangen. Amendement. Transport heb ik over gehad. Motie, wegen, et cetera, hebben wij ook mede ondertekend. Dus dat is prima. Het gaat ons niet om die laatste stoeptegel. Hè. Het gaat ons echt om van wat is er op dit moment bekend over de essentie van wegenonderhoud en dergelijke. Pak daar een top 10, top 15 van of zo. En dat is ook meer dan genoeg. Meer gaan we waarschijnlijk toch niet invullen. Amendement, integrale afweging, heb ik al even op gereageerd. Inhoudelijk met die lijn eens. Met het lijstje, daar is nog wel iets over te zeggen. Dank u wel. Dan ga ik naar de heer Wildvang, Partij van de Arbeid. Dank u wel. Ja, ook wat mij betreft dank voor de beantwoording van de vragen. Zoals ik ook al bij de eerste termijn zei, ik ben het soms niet eens met het antwoord, maar dat wil nog niet zeggen dat het antwoord niet goed gegeven is. Dus dank daarvoor en ik ga een aantal punten nog even weer bij de kop pakken. Ik begin even bij die financiële ruimte, dat is ook mijn eerste punt. Het antwoord van de college was eigenlijk van, ja, u hebt altijd de ruimte om hierover na te denken en met voorstellen te komen. Ja, dat is formeel natuurlijk juist. En dat is het reguliere proces. Maar we zitten in een wat uitzonderlijke situatie waarin het aan het begin van het begrotingsjaar al is aangegeven dat er ruimte is in de begroting die nog niet bestemd is. En mijn vraag was erop gericht om te zien of het college bereid zou zijn om niet met een inhoudelijk voorstel te komen voor de besteding van die ruimte, maar om met een procesvoorstel te komen, waarbij in samenwerking tussen college en raad gezocht zou kunnen worden naar een zo goed mogelijke bestemming, zonder dat dat helemaal dichtgetimmerd is. Vergelijk het met het proces zoals we een aantal jaren geleden ook hebben gehad met betrekking tot de bezuinigingen. Ook dat was in een soort samenwerking voorbereid. Nu komen er wensenlijstjes. Nou, en volgens mij hebben we er al een paar langs zien komen. Het begon maandag met ChristenUnie. Het CDA heeft er nu een aantal ingebracht. In wezen is de motie van gemeentebelangen ook een klein wensenlijstje. Ik heb er ook wel een paar hoor, wensen. Die wil ik ook best in het proces nu inbrengen. Maar ik zou nog één keer willen vragen of het toch niet denkbaar is. En ik meen dat net ook te horen bij het CDA. Om eens te kijken of er niet iets van een procesvoorstel zou kunnen komen. Zonder dat we nu al komen tot concrete voorstellen. Dan de inkomensgrens. Er was even wat gesprek over 110-130%. De wethouder heeft gelijk en het ligt wat genuanceerder. Het is niet zomaar 110 of alleen maar 130. Dat is echt waar. Het ligt wat genuanceerder. Ik zou nog één keer een lans willen breken voor de zogenaamde kindregeling. Ook die kennen we. En daar geldt die 110%. Daar zou ik toch wel willen pleiten voor een grens van 130%. Leesjesvrij bouw. Nou, het antwoord van de wethouder was omdat hij dat nader zou willen onderzoeken en zo mogelijk wil inpassen in nieuw te ontwerpen regelgeving. Nou, het antwoord is wat mij betreft prima. Misschien moet hij daar nog iets nader op duiden wat hij daar precies mee bedoelt. Ik hoop alleen dat dat niet al te lang meer gaat duren, dus daar zou ik nog wel iets over willen horen. Nou, de trendmatige verhoging van een aantal zaken, daarvan heb ik goed gehoord dat het college niet voornemens is om dat te laten zitten.
ondanks de overschotten zo nu en dan. Ik heb de anderen niet over gehoord, dus ik ben eigenlijk wel benieuwd wat andere fracties daarvan vinden, van die trendmatige verhoging. Want als ik daar als enige nu een voorstel voor doe om dat terug te laten gaan, of te laten bij de inwoners, ja, dan zit ik hier natuurlijk ook kansloos. Dan even over die servicepunten. Uit het antwoord van het college, en ik citeer even een klein stukje, heb ik het volgende overgehouden. Kwaliteit van de dienstverlening en de service in 2016 is niet meer in eerste plaats, wordt niet meer in eerste plaats bepaald door openingstijden en openstellingstijden van servicepunten. Dat laatste lijkt wat het college betreft op denken uit de vorige eeuw. En het laatste gaat het me even over, denken uit de vorige eeuw. Dat mag de mening van het college zijn. Ik denk dat ze daar mogelijk de plank wat misslaan. Want het gaat hier natuurlijk niet alleen maar om rendement en digitaliseringsdenken. Belangrijk is ook het vitaal houden van wijken en kernen. Juist die fysieke aanwezigheid van de overheid en overheidsvoorzieningen, die kunnen de leefbaarheid versterken. En burgers het vertrouwen geven in hun lokale bestuur. En dat verzin ik niet zomaar zelf even. Dat is door meerdere instanties, zelfs een aantal hoogleraren, onlangs nog weer eens onderbouwd. En het is belangrijk om dat aspect in beschouwing te nemen. En niet alleen te kijken naar technische mogelijkheden en financiën. Burgerkracht aanspreken vergt ook burgerkracht ondersteunen. En weghalen van voorzieningen verzwakt juist die onderlinge samenhang en de burgerkracht. Dus nogmaals, mijn oproep, maak die voorziening robuust. Nou, dan even over die garantiebanen. Geen enkele plaats nog gerealiseerd. Nou, dat is wel wat aan de magere kant, dus ik zou daar echt willen oproepen. Kom op, aan de slag ermee. Dan op het Kroonplein. Wethouder heeft nog niet gereageerd op de vraag of het denkbaar is die evaluatie uit naar voren te halen. Nou, in de beschouwing van bijna alle fracties komt wel iets van fietsonveiligheid aan de orde. Kroonplein is daar een voorbeeld bij. Het vraagt echt wel om een iets versnelde oplossing. Ik zou zeggen, Limmelenveld maakt zich eigenlijk op voor de boomplantdag in 2017. Meneer Van Leeuwen, ik zag u, heeft u een vraag? Want nou, u bent niet in de positie om nu in debat te gaan, hè? Ik ga niet in debat. Maar nee, dat is ook goed. Ik heb voor de heer Wildvank een kleine geruststelling. Vanmiddag overleg gehad met mevrouw Lammertink en... Die nul garantiebanen zijn gebaseerd op 2015. Wij hebben er inmiddels 10 en eind van de week 12 gerealiseerd. Dan praat u toch voor je beurt. Meneer Wildvang, ik ga neem me niet kwalijk dat ik u onterecht heb onderbroken. Ja. Maar ik ben wel blij met de boodschap. dan hadden we nog even over de voedselbank. Dat moeten we, denk ik, vanuit de gemeente echt faciliteren. Maar ik begrijp dat het gesprek nog gaande is. Dus ik hoor graag op een moment hoe dat nou loopt. En dan nog kom ik nog even terug. Dat kan ook bijna niet anders op het verschil van inzicht. Wat er was tussen mij en de heer Van Leeuwen. In zaken een publicatie rondom de nieuwe plannen met betrekking op mensen die in de bijstand dreigen te geraken. Ik heb daar een stevige opmerking over gemaakt. En heb de publicatie in de krant daarbij getypeerd met de spreekstijl van een bekende Nederlander. Zoals ik soms mensen en ook wel de heer Van Leeuwen wel eens toevoeg dat hun opmerking Cruyffiaans is. Dan zal toch niemand denken, schat ik in, dat ik hem vergelijk met Cruyff. Ik heb meneer Van Leeuwen hoog zitten, maar Cruyff... Maar ik doel dan wel op de gehanteerde spreekstijl. En dat is opgevat als een vergelijking van de persoon is absoluut niet mijn inzet geweest. Integendeel. En het plan, zoals het binnenkort voorkomt te liggen, inmiddels ook gelezen, geeft er ook helemaal geen aanleiding toe. Dus wat mij betreft kunnen we dat het liefst maar achter ons laten. Zover. En dan ik moest nog even ingaan op de moties en amendementen. Onderhoud van gemeentebelangen. Op zich zou ik er geen bezwaar tegen hebben, maar ik voel het als een eerste inzet van die financiële ruimte. Dus daar ben ik het eigenlijk niet mee eens. Dat zou een procesvoorstel moeten worden. Vandaar dat ik daar niet zomaar in meega. Amendement van het CDA heeft datzelfde bezwaar. Is wel meer in de vorm van een procesvoorstel al gedaan. Maar goed, ik ben benieuwd hoe daar vanuit het college op gereageerd wordt. Kansenport, daar ben ik mede ondertekenaar, dus dat is duidelijk.
Dank u vriendelijk. En de heer Van Leeuwen onderbrak u onterecht, maar hij deed dat dus inderdaad wel met een mooie boodschap. En ik neem aan dat hij het gewoon niet voor zich kon houden, dat dat het probleem was. Meneer Rooijakkers, D66, geef u het woord. Ik vind dat een hele goede eigenschap, voorzitter, om af en toe spontaan te zijn. Mijn bijdrage in de tweede termijn heet loslaten en vertrouwen. En ik hoop dat er geen jijbak komt straks van het college, van dat de raadsleden dan ook maar in vertrouwen het college los moeten laten. Het college heeft nog niet geantwoord op een paar van mijn vragen en opmerkingen van de algemene beschouwing van afgelopen maandag. De heer Van Leeuwen heeft geantwoord dat de risico-inschatting en dergelijke is gebaseerd op adviezen van Bank Nederlandse Gemeenten. Dat klopt natuurlijk. Maar de inschatting van die kansen en de mogelijke financiële gevolgen maken we grotendeels zelf, dacht ik. Daarover horen we later wel meer van het college. Over mijn oproep om meer te vertrouwen op het uitgezette beleid en de beoordeling van onze eigen mensen en terughoudender te zijn met het uitzetten van extern onderzoek, hebt u als college in het geheel niet gereageerd. In dat verband memoreer ik uit de bijdrage van de Partij van de Arbeid in eerste lijn de suggestie om bijvoorbeeld de inrichting van woonstraten geheel aan de bewoners over te laten. Kan de gemeente niet een paar proeven doen met iets dergelijks en dan ook echt loslaten? De vernieuwde aanpak van reïntegratie, waar ook de heer Wildvank al even over sprak, zoals onder meer verwoord in de Dalfse Krant van 2 november, spreekt ons bijzonder aan. Er wordt een beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van mensen en in maatwerkconstructie aangeboden. Wij wensen de organisatie veel succes met de realisatie daarvan en we zijn benieuwd naar de uitkomsten en naar het rendement, zowel financieel als maatschappelijk. Want iedereen die werk of vrijwilligerswerk heeft, doet ook weer mee aan de maatschappij. Over het soms ontoegankelijk taalgebruik in de begroting heb ik geprobeerd om mijn vraag wat humoristisch te verpakken met een aardig citaat. Maar de bedoeling was dat het college ook daarop zou reageren. Is het niet iemand binnen de organisatie die de teksten daarop kan nalezen? Ten aanzien van jongdallersen ben ik blij met het antwoord van de wethouder van Martels dat deze vorm van jongerenparticipatie op korte termijn weer wordt ingezet en nog wel in 2016. Dank daarvoor. Mag ik dat ook formeel als toezegging noteren? Wel is het mijns inziens vreemd dat dit dan nog steeds een pilot zou heten. Die hebben we nu toch al gehad? Of niet? De resultaten van eerder onderzoek op het gebied van alcohol en drugs verwerkt u in een notitie over preventief gezondheidsbeleid. Komt die echt pas medio 2017, realiseert u zich wel dat een dergelijke termijn niet past bij de belevingswereld van jongeren. Social media wereld is snel. En na publicatie van de begroting heeft u ons verrast met informatie dat tijdelijke huisvesting van vergunninghouders waarschijnlijk niet meer nodig is in 2017. Er minder in Dalfsen verwacht en de woningcorporaties bieden wat meer ruimte. Kunt u zeggen welke effecten dat heeft op de begroting? Ongetwijfeld positieve effecten. Met betrekking tot de personeelskosten heeft het me verbaasd dat er zo vlak na de afronding van de reorganisatie, het project De Verbouwing, er nu toch meerdere FTE's worden aangenomen met aanzienlijke kosten. Zijn er goede business cases waaruit blijkt dat mantelzorgcoaches en vrijwilligersmakelaar en andere medewerkers zich als het ware terugverdienen? In verhouding tot andere uitgaven voor mantelzorg en vrijwilligers lijken deze apparaatskosten namelijk in meervoud daarvan. Genoeg richting college. Ik heb toch nog een ander punt, want er zijn moties ingediend. Gemeentebelangen heeft 5.000 extra gevraagd voor de kansenpot. Partij van de Arbeid had al in eerste termijn, wat hij nu een beetje intrekt om op de procesmatige lijn te gaan zitten, €5.000 voor kleine subsidies gevraagd. ChristenUnie, strippenkaart en nu veranderende formulering voor duurzame dorpen. Ik vraag me af, en uw reactie was bijvoorbeeld richting gemeentebelangen, kom maar met een amendement. Nou, dat hebben ze ook gedaan. Maar ik vraag me af of we daar onze tijd al aan moeten besteden. Als een partij met 9 raadszetels vraagt om €5.000 extra op onze begroting van miljoenen, 60 miljoen, is dat niet een beetje pennywise, pound foolish? Dan gaat u straks vragen, meneer Nijkamp, doe het in het Nederlands. Nou, de enige Nederlandse vergelijking die ik kan vinden is penningwijs en pond zot.
Kunnen we dat nou niet gewoon soepeler regelen als we een begroting van 60 miljoen, de allergrootste raadsvraag die was van 5000 euro, zand erover. Goed. Ik sluit wel wat aan bij de ideeën die de Partij van de Arbeid heeft gezegd over de integrale afweging. Ook lijkt het erop dat wat het CDA voorstelt in die kant gaat, maar toch zijn volgens mij twee punten van groot belang. Investeren in jonge kinderen, en daar is een motie voor voorbereid, voorzitter. En ook om een revolverend duurzaamheidsfonds te gaan maken in de toekomst. In elk geval om dat te betrekken bij de overwegingen die in de duurzaamheidsnotitie over een paar weken aan de orde is. Geen subsidies, maar leningen die terugkomen. En daar is ook een motie over voorbereid, voorzitter. Dan gaan we die weer in beeld krijgen, denk ik. Motie, investeren in jonge kinderen, ondergetekende lid van de Raad van de Gemeente Dalfsen, enzovoorts, enzovoorts. Overwegende dat door de wereldwijde economische crisis de armoede in Nederland is toegenomen, het huidige kabinet en gemeente voor de uitvoering van het armoedebeleid zoveel mogelijk beleidsruimte toekent. Het regeerakkoord structureel middelen zijn vrijgemaakt voor armoedebeleid en deze middelen worden toegevoegd aan het gemeentefonds. Uit onderzoek blijkt dat inspanningen gericht op zeer jonge kinderen een goede investering zijn. Daarmee worden de kansen van deze kinderen op een goede toekomst aanzienlijk vergroot. Spreekt uit dat de gemeente in deze moeilijke economische tijd haar meest kwetsbare inwoners zoveel mogelijk moet ondersteunen. Kinderen, één van de meest kwetsbare groepen, zijn in het kader van de gevolgen van armoede. En drie, het armoedebeleid mede bedoeld is om sociale uitsluiting te voorkomen, draagt het college op. In het gemeentelijk armoedebeleid zeer jong kinderen als specifieke en primaire doelgroep te identificeren. Het armoedebeleid hiertoe te wijzigen om aandacht te geven aan ten eerste de vroegsignalering middels consultatiebureaus, sociale wijkteams, etc. En ten tweede aan de beleidsvorming voor onder meer de begeleiding van ouders in de opvoeding, inzet van gastoudergezinnen, speciaal taakonderwijs en goede voorschoolse opvang. Een extra bedrag hiervoor te reserveren voor de komende jaren dat voldoende is om hieraan uitvoering te doen geven. En tot slot deze middelen voor de komende uit de beschikbare financiële ruimte te bestemmen. En gaat over tot de orde van de dag. En de eer is de heer Royakkers. Dat is de eerste. En de tweede, meneer Royakkers. Ja. Maar als ik hem voorlees, dan hoor je dat niet. Maar mag ik even naar boven? Motie. Ondergetekende lid van de Raad van de Gemeente Dalfsen, dient de volgende motie ingehoord. De beraadslagingen over de programmabegroting 2017-2020 constaterende dat de gemeente Dalfsen de ambitie heeft om al in 2025 CO2-neutraal te zijn, respectievelijk om dit te verbreden naar energie en balans. Twee, in de kadernota Duurzaam Dalfsen staat dat de gemeente Dalfsen zowel inspirator als facilitator wil zijn om aan deze ambitie te voldoen. Drie, de gemeente Dalfsen op dit moment geen eigen financieringsvorm aanbiedt om inwoners, bedrijven of projecten te stimuleren verder te investeren in verduurzaming. En vier, de gemeente Dalfsen erg ruim in zijn jas zit. De voorzichtige schattingen komen tot een overschot van 1,2 miljoen de komende jaren. Spreekt uit dat het investeren in duurzame oplossingen in wonen- en bedrijfspanden resulteert in een lagere energierekening dat deze investeringen zichzelf terugverdienen. Daarom een gift of subsidie in beginsel niet nodig en niet gewenst is. Twee, de financiële drempel voor partijen soms te hoog is om te prikkelen tot investeren in duurzame oplossingen voor hun huis of bedrijf. En drie, de gemeente Dalfsen en zijn inwoners en bedrijven belang hebben bij energetische verduurzaming van de woning- en bedrijfsvoorraad. Verzoekt het college om in de kadernotitie Duurzaam Dalfsen van de bij het uitwerken van de doelstellingen en voorwaarden van een duurzaamheidsfonds dit zodanig vorm te geven dat voor particulieren en bedrijven de mogelijkheid bestaat om via door de gemeente in te stellen revolverend fonds geld te lenen en daarmee investeringen te kunnen doen om gemeentelijke doelstellingen voor duurzaamheid en energiebesparing te kunnen halen. En hierover de raad te informeren gaat over tot de orde van de dag. En de indiener is de heer Jan T. Royakkers, D66 Dalfsen. En het aantal jijbakken waar ik niet op ingegaan ben is fenomenaal. Hele lange zin. Nou, de lengte van de zin viel me nog wel mee. Maar er zaten toch een aantal woorden in, meneer Royakkers. Energetisch en zo. Maar ja, dat maakt niet uit. We doen ons best. Mag ik naar de heer Veldhuis? Dank u, voorzitter. Allereerst dank voor de beantwoording van de vragen. Ook namens VVD. We zien dat, dat we als gemeente goed in staat zijn om tegenvallers op te vangen. En dat we ook ruimte hebben om dingen extra te gaan doen.
Daar loop ik ook meteen tegen een probleem aan. Ik zie heel veel ideeën, lijstjes voorbij komen. Die lijstjes hebben we zelf ook. Ik voel me soms een kind in de snoepwinkel. En voor ons is dat toch wel iets waarvan wij denken van, gaan we nou niet te ver? Ik vond terecht de opmerking ook die ik vanuit CDA hoorde, geluiden daarin, van moeten we niet uitkijken dat we onze hand overspelen hierin, dat we te veel gaan uitgeven. Ik zie bij de motie van gemeentebelangen dat we 150.000 euro gaan spenderen aan de openbare ruimte. En dat is voor ons toch wel iets van, we hebben al 150.000 euro, besteden we er al aan. En dan gaan we er weer 150.000 in gooien. En is dat nou een bodemloze put waar we mee bezig zijn? Voorzitter, wat u nu zegt is niet juist. Dus wij vragen alleen maar een lijstje van achterstallig onderhoud. En de rest was allemaal, stond allemaal in de begroting. Oké, dan heb ik u verkeerd begrepen, ja. Want ik las uit... Wij hebben alleen maar een lijst, die achterstallig onderhoud, die vinden we zeer belangrijk, ook de eerste ronde aangegeven. Daar zetten we de nadruk op. En voor de rest zitten we hier niet om het geld maar zo weg te geven. Dus er zit wel een argumentatie achter. En achterstallig onderhoud vinden we zeer belangrijk. De openbare ruimte moet goed zijn. We hebben van de week bij de plaquette van de entente, stonden we allemaal watertanden bij te kijken. Maar de ondergrond moet ook goed zijn. Dat is ons voorstel wat nu voor ligt, de motie. Het gaat alleen maar om een onderzoek en dat we straks weten in april wat moet er gebeuren aan ons straatbeeld. Stoepen, pleinen en straten. Oké, okay, dan heb ik u verkeerd begrepen daarin. Maar het is wel zo dat wij wel vragen om goed na te denken over hoe je geld uit gaat geven hier in de gemeente. Breng mij nog even naar een aantal punten die wij, naar aanleiding van de beantwoording vanuit het college, waar we nog even aandacht voor willen vragen. Eerste is de asbestproblematiek die we zien. Het is een probleem dat al lang op de agenda staat. Er wordt al veel over geroepen in de raad, maar als ik kijk, zien we het niet terugkomen in de begroting. Het zijn kosten die straks bij mensen terecht gaan komen. Hoge verwijderingskosten die ze hebben. En dan hebben we nog ineens over de procedures die ze eromheen moeten doorlopen. En wat we vragen is om zo snel mogelijk te komen inderdaad met een plan van aanpak. Dat heeft het college ook toegezegd. Maar vervolgens ook de inventarisatie om daar spoed achter te zetten. Dus hoeveel vierkante meters... gaat het nu om? Zijn het in vierkante meters? We weten dat er 600.000 vierkante meter is, maar hoe zit dat met inschattingen? Met betrekking tot vierkante meters die zonder veel hulp gesaneerd kan worden, maar bijvoorbeeld ook vierkante meters die nog een extra steuntje nodig hebben. En hoeveel vierkante meters bent u vrij zeker van dat die zonder handhaving, dat daar niks mee gaat gebeuren, die dus eigenlijk blijven staan? En deze inschatting zal in de komende jaren nauwkeurig moeten worden. We vragen dan ook een goed actieplan wat hierbij kan helpen. En bij het ondersteunen denken we dan aan minder regels en het ondersteunen van mensen die te maken hebben met de asbestverwijderingen bij het invullen van die regels om ervoor te zorgen dat de asbest weggehaald gaat worden. We vragen ook nog om een extra stimulans te geven aan de mensen die hiermee te maken hebben, om het aantal vierkante meters terug te brengen van oud bebouwde gebouwen en ervoor te zorgen dat daar ervoor te zorgen dat dus dat deel beter weggesaneerd kan gaan worden. Er zit ook te denken aan stimuleringsmaatregelen om bijvoorbeeld bij oude, verwaarloosde en ongebruikte gebouwen bouwen een subsidieregeling in het vooruit te stellen. Of om bijvoorbeeld de financiering van het verwijderen van asbest tegen een laag rentetarief aan te bieden. Het zijn zowat ideeën die kunnen helpen in de versnelling van de verwijdering hiervan. En onze oproep is eigenlijk dat de gemeente hierin een informerende en een stimulerende rol op zich zou moeten nemen. Dan de WOC. De wethouder geeft aan dat deze week gesprekken plaatsvinden met het Agnita-college over de WOC.
En hij heeft ook aangegeven dat de uitkomst hiervan spannend is. Gaat het Agnietencollege wel of niet meedoen? En we vragen ons dan ook af wat er gaat gebeuren als het antwoord op hierop nee is. Aanvullende vraag is dan of de wethouder kan aangeven wat dan de vervolgstappen zouden zijn. En waar zit de raad in dit stuk en wat kunnen we dan verwachten? Ten aanzien nog even het punt wat wij over hebben gehad, de raad op de schop. We vinden het jammer dat het college dit onderwerp gemakkelijk van de agenda heeft gehaald. De realiteit is toch wel dat de burger actie van de overheid hierin verlangt. En onze vraag is eigenlijk aan de andere fracties van hoe zitten die hierin? Hoe denken die over vernieuwingen op het gebied van de raad op de schop? U mag dat nu doen. Volgens mij hebben alle fracties die brief gekregen over de raad op de schop. En er zijn 2 of 3 fracties die zelfs een stuk hebben gepubliceerd op de Dalfse Maskramer met hun visie. Okay. Dus misschien dat het interessantste om dat te lezen. Ja, nee, dank. En ook in zijn algemeenheid, meneer Roijkers, dank u wel. Ook in zijn algemeenheid hebben we daar nog een derde termijn waarin u nog in staat bent om op alle vragen die gesteld zijn te reageren. Dus in die zin nodig ik ook andere fracties uit om op uw vragen en deze te reageren. Even kijken, wat hadden wij verder nog aan punten? Ten aanzien van de ingediende moties. Voor wat betreft de kansenpot denken wij ook van het gaat om 5000 euro verhoging. Nou, prima, gaan we mee akkoord. Ten aanzien van het revolverend duurzaamheidsfonds. Ik ben toch even benieuwd naar meneer Rooijakkers wat dat voor u betekent. Waar heeft u het over als het heeft over revolverend duurzaamheidsfonds. Als ik namelijk zoek op internet, kan ik wel wat dingen tegen, wat het zou kunnen zijn. Maar ik ben even benieuwd naar uw eigen inbreng daarin. Hoe ziet u dat? Ik zal het heel kort houden. Dat is een fonds wat we ook bijvoorbeeld kennen bij het financieren van starters. Waarbij je leningen geeft, waarbij je rente en aflossing weer terugvloeien in hetzelfde fonds, zodat je het weer opnieuw kunt uitgeven. En vandaar, sommige mensen hebben moeite met het uitspreken ervan. Maar revolverend betekent niets anders dan dat het weer ronddraait. Dat is het korte uitleg ervan. Ja, dat het weer terugkomt. Oké. Ik zie op, als ik zoek op de term, dan kom ik uit op een soort doorlopend fonds. En het gevaar daarvan zit wel voor ons, kom je dan niet in een situatie terecht dat je misschien in een bodemloze put terecht gaat komen? Of gaat u dat maximeren? Nee, je komt nooit in een bodemloze put, want je stopt er een bepaald bedrag in en dat blijft er net zo lang in totdat je besluit dat het eruit gehaald moet worden. Want het komt als goed is weer terug. Ik nodig u overigens uit om de volgende keer, op het moment dat de heer Roerik het uitspreekt, dat revolverend fonds, om op dat moment tegen te zeggen wat bedoelt u daarmee en hoeveel gaat ons dat kosten? Want u brengt het nu in uw eigen inbreng, zeg maar u moet hem straks gewoon onderbreken, de volgende keer. Oké, dus prima. Ja? Ja. Dan hebben we op dat moment, terwijl de heer Roijakkers aan het woord is, hebben het onderwerp en kunnen we dat verder verdiepen. Ja. En ik snap uw vragen verder prima hoor. Dus nee. Het is geen inhoudelijke, maar even in het proces gaan. En voor de rest, denk ik dank voor de inbreng. Dank u wel. We hebben nog een derde termijn. U heeft elkaar vragen gesteld. Daar kunt u nog op reageren. Maar ik begreep dat er nog 1 amendement van de ChristenUnie staat aan te komen. Klopt dat of niet? Ja, die had ik in 2 termijnen ook aangekondigd. Maar die zit eerder dan buiten de procedure blijkbaar. Nee, maar misschien kunt u hem, ik breng hem nu weer in de procedure, want anders hebben we hem. Ja, precies. Dus dat zou prima gaan. Ja. En om de heer Roijakkers tegemoet te komen, ik zou zeggen, zeg gewoon ja, klaar. Tegen dit amendement bedoelt u? Ja. Ik zei ja, omdat ik bedoelde dat ik begreep wat u zei. Ondergetekende leden van de Raad van de Gemeente Dalfsen dienen het volgende amendement in, gehoord de beraadslagingen en et cetera. Duurzaamheid voor de gehele Raad van Dalfsen een belangrijk onderwerp is. De afgelopen jaren duurzame dorpen, het duurzaamheidsdenken en handelen lokaal heb ik gestimuleerd bij burgers en bedrijven. De gemeente graag ziet dat deze duurzame dorpen ook voor de komende jaren deze rol continueren. En er in de derde raadsconferentie over dit thema van meerdere duurzame dorpen een verzoek om inhoudelijke ondersteuning is gedaan, stelt de raad voor in programma
Dat kan je lezen. In programma 8 op te nemen dat het college uiterlijk in april 2017 een passend voorstel maakt voor praktische, inhoudelijke en eventueel financiële ondersteuning voor de genoemde activiteiten van de duurzame dorpen. Ten tweede, vooruitlopend hierop de duurzame dorpen ieder een budget van €2000 te verstrekken voor het jaar 2017, ook bedoeld voor de genoemde activiteiten die achteraf verantwoord worden. En ten derde en tot slot de begroting daartoe te wijzigen. De indieners, meneer Nijkamp, ChristenUnie, meneer Rooijakkers, D66. En de heer Raammaker, gemeentebelangen. Dank u wel. Volgens mij heb ik nu alles op tafel. Voorzitter, mag ik even een vraag stellen hierover? Ja, meneer Mag, wethouder van Martens. Nee, gezien de financiële ondersteuning die gevraagd wordt, ik neem aan dat het hier gaat over de sociale duurzaamheid van de dorpen. Want u staat over duurzame dorpen. Bedoelt u de fysieke of de sociale duurzaamheid van de dorpen? Wat we hier bedoeld hebben is, de duurzame dorpen, die kennen meerdere gezichten wat dat betreft. Ik weet niet of je dat kan onderscheiden. Dus misschien is het wel voor beide inzetbaar. Maar laat dat dan ook een verantwoordelijkheid zijn van die duurzame dorpen zelf. En dan in het voorstel begin volgend jaar zou je dat verder kunnen aanscherpen. Ja? Ik ga ervan uit dat ik nu al het materiaal op tafel heb. De laatste vragen, de moties, de amendementen. En ik stel voor dat we even schorsen. Dat we het college ook in staat stellen om zich voor te bereiden op een reactie. En ik wilde dat toch even 20 minuten doen. Want zodat we ook een kwalitatief goede reactie krijgen. Ja, ik zit te kijken, het is nu 20:20. Ik stel voor dat we gewoon schorsen. Voor sommigen is dat een pauze en voor anderen is dat een werkpauze. Voorzitter. Wethouder van Leeuwen. Dus misschien wilt u mij toestaan om heel even toch nog op de heer Wildvang te reageren. Ja. U en de heer Wildvang, u heeft iets met elkaar, dat is wel duidelijk. Nou, de heer Wildvang heeft aangegeven wat hij bedoelde afgelopen maandagavond. Ik vond dat en vind dat niet prettig. En dat heeft hij ook aangegeven, dat hij dat ook niet zo bedoeld heeft om mij als persoon te vergelijken met de heer Wilders. Ik ben volstrekt met u eens dat een vergelijking met Cruijff ook niet opgaat. Maar wat mij betreft is de zaak daarmee uitgesproken en afgedaan. Mooi. Dat lijkt me dan een mooi moment om te pauzeren. Ik schors de vergadering tot 9:00.